In deze webles gaan we kijken naar de begrippen Oomse weerstand en niet-Oomse weerstand. En dat gaan we doen aan de hand van een voorbeeldopgave. En de opgave luidt als volgt. Ik heb een lampje en ik ga de spanning over het lampje twee keer zo groot maken. Wat gebeurt er dan met het lampje? En dan zijn er vier opties waaruit we kunnen gaan kiezen. Het lampje gaat twee keer zo fel branden. Het gaat ergens tussen de twee en vier keer zo fel branden. Het gaat precies vier keer zo fel branden. Of het gaat meer dan vier keer zo fel branden. En met fel branden bedoelen we dan eigenlijk hoeveel vermogen zendt het lampje uit. Dus hoeveel vermogen wordt opgenomen door het lampje. En voor vermogen hebben we natuurlijk een formule, elektrisch vermogen, die is gelijk aan U mal I. Dus eigenlijk moeten we gaan kijken wat gebeurt er nu eigenlijk met de stroomsterkte I als ik U twee keer zo groot maak. En we gaan het eerst doen aan de hand van een Ohmse weerstand. En wat was ook alweer een oomse weerstand? De definitie van de oomse weerstand is dat de relatie tussen u en i recht evenredig is. Dus maak ik u x keer zo groot, dan wordt I ook x keer zo groot. En ik heb hier een uh, grafiek als voorbeeldje staan met wat uh, gewoon willekeurige meetwaarden. En ik kan nu uh, een punt kiezen op mijn grafiek, bijvoorbeeld het punt bij 2 volt. Daar hoort dan een uh, stroomsterkte van 50 mA bij. En ik kan mezelf gaan afvragen: als ik U nu eens twee keer zo groot maak, wat gebeurt er dan met I? Nou, dat kan ik natuurlijk gewoon in mijn grafiek even laten zien. U 4 volt en er hoort bij een stroomsterkte van uh, 0,1 of 100 mA. En ik zie dus dat I ook twee keer zo groot wordt. U twee keer zo groot, dan wordt ook I twee keer zo groot. En dan zal het vermogen P dus twee keer 2 vier keer zo groot worden. Had je dit antwoord net gekozen bij de voorbeeldopgave? Uh, dan heb je op zich heel goed natuurkundig nagedacht, maar het antwoord is toch niet goed. En dat heeft allemaal met te maken met um, het begrip Oomse weerstand. Want dat blijkt het geval te zijn: een lampje. Is eigenlijk per definitie geen Ohmse weerstand. Dus de grootte van de weerstand van een lampje verandert wanneer je de spanning over het lampje groter maakt. En een lampje is dan zelfs in de meeste gevallen ook nog eens een PTC-weerstand, wat inhoudt als de spanning groter wordt, dat dan ook de weerstand van het apparaat groter wordt. De P staat dan voor een positieve temperatuurscoëfficiënt. Dus de weerstand neemt toe. Als we dit nu gaan bekijken, en we gaan even een grafiekje erbij pakken van een lampje, ook een willekeurig grafiekje. Het gaat niet uh, eens zo om uh, of, uh, hoe de grafiek precies loopt, het gaat om de vorm. En de vorm die je hier ziet is de vorm van een PTC. En je mag het zelf nagaan dat de weerstand groter wordt van uh, dit lampje wanneer de spanning groter wordt. En ik ga nu. Deze grafiek gebruiken om weer dezelfde vraag te stellen. Ik wil weten wat gebeurt er met het vermogen P als ik U twee keer zo groot maak. En ik ga nu gewoon weer hetzelfde punt pakken als net bij 2 volt. En ik lees dan de stroomsterkte af. Die is uh, ergens in de orde van 65 mA. Ik ga de spanning twee keer zo groot maken. Dan komen de twee lijntjes weer en ik krijg een bijbehorende stroomsterkte. Maar die stroomsterkte is nu ergens in de orde van 0,87 ampère, 87 milliampère. Ik kan één ding toch wel met een zekerheid concluderen. I is niet twee keer zo groot geworden. I is minder dan twee keer zo groot geworden. I is wel toegenomen, maar zeker niet twee keer zo groot. En als ik dan P ga uitrekenen, en P is U mal I, dan krijg ik dus uh, U wordt twee keer zo groot, maar I wordt minder dan twee keer zo groot. En de conclusie moet zijn dat het vermogen P van het lampje minder dan vier keer zo groot zal worden. Oftewel, het goede antwoord was: B, het lampje zal ergens tussen de twee en vier keer zo fel branden. Hoeveel die precies brandt kun je niet bepalen als je niet de grafiek hebt gekregen van het lampje: de grafiek met het verband van U tegen I. Um, maar het zal altijd ergens tussen de 2 en 4 keer zo fel zijn, omdat een lampje een PTC-weerstand is. Nu we dit hebben bekeken, kunnen we de vraag ook nog iets anders stellen. Dan krijg ik eigenlijk een vraag uh, 2. Uh, wat gebeurt er nu wanneer ik de stroomsterkte die door het lampje gaat, twee keer zo groot maak? Wat gebeurt er dan met het lampje? Dan krijg ik weer dezelfde vier keuze. Gaat die twee keer zo fel branden? Tussen de 2 en 4 keer, 4 keer zo fel of meer dan 4 keer zo fel? Branden. Denk er heel even over na, zet anders uh, het filmpje even op pauze en ga dadelijk kijken wat het antwoord is. Ik ga weer hetzelfde grafiekje gebruiken. Het grafiekje zag er zo uit. Ik uh, doe het nu iets sneller dan net. Ik heb een, uh, een punt gepakt bij een uh, stroomsterkte van 40 mA. Daar hoort ongeveer een spanning van ongeveer 1 volt bij. Als ik de stroomsterkte nu ga verdubbelen naar 80 mA, dan zie ik dat de spanning die erbij hoort meer dan uh, dubbel uh, zo groot is. Die is meer dan drie keer zo groot geworden. Dus de conclusie zal zijn dat het vermogen, en die is gelijk aan stroomsterkte mal spanning, uh, twee keer toeneemt door uh, de stroomsterkte, maar, maar liefst uh, meer dan drie keer zo groot, uh, drie keer zoveel zal toenemen door. De spanning, dus het antwoord zal hier moeten zijn dat het lampje meer dan vier keer zo fel gaat branden.